Hallo iedereen, welkom bij deze game video. Dit keer gaan we ergens anders mee beginnen. Wij gaan beginnen met Harry Potter. Harry Potter kennen hem allemaal. Ik ga jullie meenemen naar de Harry Potter wereld. Tot zometeen. Hallo iedereen, welkom bij deze game video. Dit keer gaan we ergens anders mee beginnen. Wij gaan beginnen met Harry Potter. Harry Potter kennen hem allemaal. Ik ga jullie meenemen naar de Harry Potter wereld. Tot zometeen. Zo mensen, we gaan beginnen met Harry Potter. Harry Potter kent hem niet. Harry Potter, dat is de tovenaars mening. Hij die bleef leven. Door Voldemort. En we gaan dus een spel spelen van Harry Potter. We hebben nu de wereld geladen. En hier zien jullie allemaal hoe het loopt. Ik ga eens in de rondleiding geven. Ik ga nu eerst eventjes wat doen. Want ik ben natuurlijk bezig met Harry Potter wereld. Ik ga eventjes dus tovenaar een soort kustpuntje maken. Lokaal. Lokaal. De zwarte kunsten. Zo, en wat gaan we nu doen? We gaan even omhoog. Want ik ga jullie even laten zien hoe groot de zwijnstem is geworden. Zoals jullie kunnen zien, heb ik zwijnstem nog geprobeerd na te maken. Allerlei dingen, dus met torens en zo, met kledingkamers. Zo ziet het er dus uit van bovenaf. Maar we gaan nu beginnen verder gaan met de leerlingenkamer tegen de zwarte kunsten. Hoppa. We gaan eventjes de ramen erin zetten. Alleen mijn lokale die je ziet op dit moment. Waarom op dit moment? Omdat ik nu nog niet zo heel erg ver ben. Verder met zwijntjes zijn we nog niet ver genoeg. Zo. 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 Hier ook allemaal nog schoolbanken. Ik zie dat ik nog eigenlijk nog niet veel heb geplaatst. Maar toch wel een heleboel.
Er kunnen niet zo heel veel leerlingen in. Maar toch wel heel wat. Nog een beetje licht maken, vooral in de donkere hoeken. Zo. Zo. En we gaan nu verder met de muur natuurlijk, hè? Dat is ook wel heel belangrijk. Zo. Vonden jullie dit nou een leuke video? Like en deel hem dan vooral. Vergeet je te abonneren op ons YouTube kanaal. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Doeg!